Scrum is een eenvoudige methode, een eenvoudig framework voor complexe productontwikkeling. Dat zegt het allemaal, want er zit heel veel in. Het is een eenvoudig framework. Het heeft een beperkt aantal regels, een beperkt aantal rollen. En ik zie die rollen graag als accountabilities, een stukje ownership. Waar ben je eigenlijk eigenaar voor? Waar ben je een stukje verantwoordelijk voor? Drie rollen. Een product owner, letterlijk een eigenaar van het product, die alle beslissingen rond een product voor een product neemt. Daar ook een mandaat voor heeft, daar ook een mandaat voor gekregen heeft. Ook binnen de organisatie aanzien wordt als de persoon met eindverantwoordelijkheid over het product. In brede zin, niet enkel over de ontwikkeling van het product, over onderhoud, maintenance. Eigenlijk in Engelse termen total cost of ownership. Een development team, een ontwikkelteam, dat al het werk uitvoert voor het product. Volgens sturing, aangaven van prioriteiten door die productowner, waarbij het development team of ontwikkeling in Nederland een heel breed scala is. Niet enkel coderen, het is testen, documenteren, maar het is potentieel ook het in de markt plaatsen. Het vermarkten, promoten, marketing, branding, al die aspecten kunnen aan bod komen in alle disciplines die je nodig hebt in een ontwikkelteam. Dus ontwikkeling is meer dan enkel maken. Daar zit zeker een ruimte voor verbetering bij veel organisaties, suboptimale toepassing van Scrum. En een derde rol die we hebben in Scrum, een Scrum Master, een master of all things Scrum, zeg maar. Iemand die een omgeving creëert, een veilige omgeving creëert, waar die andere rollen hun rol ook ten volle kunnen uitoefenen, waar dat ook aanvaard wordt, waar er nagedacht wordt over innovatie, verbetering enzovoort. Een Scrum Master die dat ondersteunt, faciliteert, coacht, aanstuurt een stukje, triggert die status quo, waar iedereen vroeg of laat in terechtkomt, steeds weer even in vraag durft stellen. Dat zijn eigenlijk de drie rollen van Scrum. En Scrum werkt kortcyclisch. Scrum zegt, maak je cycli niet langer dan 4 weken, waarschijnlijk korter. Scrum schrijft niet voor hoe kort. Gangbaar is blijkbaar 2 weken. Alhoewel heel veel mensen stoppen na te denken over hoe lang moet onze cycli zijn. Een cycli in Scrum heet een sprint. Hoe lang moet onze sprint zijn? Scrum zegt alleen, niet langer dan 4 weken. Waarschijnlijk in de markt van vandaag korter. Ja? De sprintlengte wordt bepaald door hoe snel wil je met een nieuwe versie van je product potentieel op die markt zijn. Hoe snel wil je kunnen inspelen op onverwachte, nieuwe, onvoorziene opportuniteiten. Hoeveel verandering wil je zelf veroorzaken op jouw markt. Maar je wil de sprint ook weer niet zo kort maken dat je niks substantieel voor elkaar krijgt. Je wil ook wel zaken klaar krijgen of dom, zoals we zeggen in Scrum. Nu, kortcyclisch werken betekent niet dat je niet vooruit mag kijken in de tijd. Integendeel, je zou het eigenlijk moeten blijven doen. Dat is ook nog een probleem met een aantal implementaties van Scrum. Mensen het gevoel krijgen, ja, we moeten nu aanvaarden wat er gebeurt in een sprint, maar we hebben geen idee wat er daarnaast gebeurt. En je wil vooral beeld houden over, hey, wat draagt ons korte termijnplan bij aan het lange termijn beeld dat we nastreven. Onze visie, onze doelstelling. Dat is Scrum.